soft dedication, daarmee bedoelen we zeg maar echt de toewijding voor dat materiaal. Want toen ik met Marianne deze expositie ging bedenken, organiseren, toen kwamen we erachter dat kunstenaars die met textiel werken, dat vaak een speciaal soort toewijding is. Vaak zitten er ook technieken in dat veld die zo arbeidsintensief zijn, dat je wel echt heel gedisciplineerd en toegewijd moet zijn om dat vol te houden. Dat is letterlijk de titel, zeg maar. En we hebben gekeken naar een selectie van kunstenaars die dus met traditionele technieken werken. Haken, breien, weven, borduren. Maar die toch ook op een vernieuwende manier in hun werk laten zien. En wat we natuurlijk ook altijd proberen met zo'n tentoonstelling is vechten tegen alle vooroordelen die er zijn over textiel. Ja, mijn moeder die was altijd aan het handwerken, altijd bezig op de naaimachine. En ik keek eigenlijk altijd mee wanneer ze bezig was. En wanneer ze reststofjes had, ja, was ik daar ook een beetje mee aan het spelen. En op een gegeven moment werd ik 4 en toen vond mijn moeder het wel tijd dat ik zelf eens achter de naaimachine ging zitten. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik er sindsdien nooit meer achter vandaan gekomen ben. Echt gewoon tijd nemen voor jezelf, tijd om even de rust te nemen. Maar ook om weer dingen in je hoofd weer op een rijtje te krijgen. Ja, zo nu en dan zit je hoofd gewoon zo vol met van alles. En terwijl je met je handen bezig bent dat gewoon zoveel rust om... om daarmee bezig te zijn, maar ondertussen ook gewoon na te denken over hoe je sommige dingen wil aanpakken. Nou, neem vooral ook de tijd om de werken goed te bekijken, want er is ook heel veel tijd geïnvesteerd om de werken te maken, maar ook om deze tentoonstelling hier neer te zetten. Je hoeft maar naar dit werk te kijken en dan zie je wel dat het ook voor mij van toepassing is. In deze fase had ik helemaal dat ik het prettig vond om heel lang met één werk bezig te zijn. Soms heeft dat een bepaalde reden. Soms een persoonlijke reden of, ik moet zeggen dat ik nu ik een paar van die hele grote borduurwerken heb gemaakt, dat ik dit niet meer zo snel zou doen. Dus de manier waarop ik nu met textiel werk is weer heel anders. Dit is wel verslavend. Zeker in bepaalde fases van je leven, absoluut, ja. Deze tentoonstelling mij persoonlijk heeft gebracht zijn vooral nieuwe connecties en nieuwe ideeën. Vooral omdat dit een van de eerste keren is dat ik echt een kunstwerk gemaakt heb van textiel. Heeft het gewoon heel veel nieuwe ideeën gebracht om ander werk te maken. Een van de redenen om deze expositie te bekijken is dat we met deze tentoonstelling weer laten zien dat textielkunst helemaal niet truttig en oudbollig hoeft te zijn. Maar dat er heel veel, ook jonge, pas afgestudeerde kunstenaars zitten hier tussen die op hele vernieuwende en prachtige manieren met dat materiaal werken. Dus dat is wel de reden om deze expositie te bekijken. Thank you.